Dames en heren, juist nu het 10-jarige overlijdenschap van Lady Di bewezen heeft dat sterven alleen maar oorspronkelijk zorgt voor kassucces, juist op dat moment wordt er in het Belgische Koninkrijk een personage uit de gracht gesleept dat niet gewoon een oude koei is, maar wel met alle respect een dooi koei, namelijk Herman van Rompuy. Herman van Rompuy wil ik zeggen. Die nu in het nieuwsblad wordt genoemd een superminister. Dus super saai, super katholiek en ook super kaal. Dus die mens is niet gewoon kaal, die schedel die priemt werkelijk door zijn vel. En de oorspronkelijke benaming, de officiële beterming voor deze Herman van Rompuy is, Herman van Rompuy wil ik zeggen, is verkenner. Dus die man die wordt nu als een verkenner door onze koning het veld ingestuurd. Als om te beantwoorden aan zijn nakende seniliteit. He, draagt die man een Boy Scouts shortje en wordt hij als een soort Biden Powell van de Belgische politiek naar de Walen gestuurd. Iedereen is het erover eens. Dit is de ideale manier om uw carrière te beëindigen. En op dit niveau, kijk ik draag Crocs. Op dit niveau wordt de Belgische politiek feitelijk verheven van poppenkast naar Shakespeareans theater. Iedereen kijkt zo. Dat leer je dus in de toneelschool. Zo kijken, dat doe je als er een personage op het veld springt waarvan iedereen dacht dat dat al jarenlang geleden gestorven was. Als je die Herman van Rompuy en zijn kale schedel van dichtbij ziet, is het niet meer een kwestie van is dit nu België of is dit nu Brussel. Dan is dat gewoon een kwestie van to be or not to be. That is the question. Bovendien hangt er ook nog eens een broedermoord in de lucht. Want der Herman zelf, die is wel diplomatisch. En die wordt wel graag gezien bij de Walen van boven de 80. Maar altijd als die Herman alles in kannen en kraken heeft met Milf kwet, komt daar plotseling zijn broerke Erik van Rompuy voorbij gefietst. Want die is dan juist aan het gordelen. Maar die draagt geen gordel, wel draagt hij een t-shirt in geel en zwart. De kleuren van Philip de Winter, waarop in gotische letters staat geschreven Brussel, Halle, Vilvoorde, Splitsum, Heute. He, leg dat dan maar eens uit van familie Kiesden is zelf. Hoewel onlangs was die Herman van Rompuy onderweg naar Hertoginnedal in de hoop dat hij daar een kroket kon steken en droeg die quasi achteloos een serveetje op zijn schouder. En nu heeft een journalist met een bazooka van een vergrootlens een foto gemaakt van dat serveetje en uitvergroot. En op dat serveetje van Herman van Rompuy stond er toch ook wel geschreven België dubbele punt, gibt es ein Endlösung. Nochtans, de oplossing is natuurlijk heel erg eenvoudig, ik zeg het altijd. Wij, Vlaanderen en Brussel, zijn Wallonië. Als wij Vlaanderen en Brussel zijn en zijn Wallonië, dan hebben we altijd vanzelf een 2/3 meerderheid. Dit was de 11e aflevering van Vitalski TV, de enige televisiezender met 500 kijkers.